Goedemorgen, het is vandaag zondag 24 december, oftewel de laatste dag van Vlogmas. En dat betekent ook dat het vanavond kerstavond is. Maar goed, first things first, ik ben nu al een uurtje aan het editen. Ik ga heel eventjes de vlog afmaken voor morgen. En daarna zie ik jullie weer. En zoals je het kan horen en misschien ook wel kan zien, ben ik super moe, mega verkouden. Dus ik denk dat ik eerst eventjes mezelf ga stomen. Ik zit mezelf al vol te pompen met neusspray. En ik heb al meerdere keren een slotdoek volgestoten. Want ik zit echt helemaal vol. Maar goed, dus ik denk dat ik mezelf eerst even ga opfrissen voordat jullie deed naar zo'n snotgezicht moeten luisteren. En dan komt alles goed. Ik ben al eventjes wakker en ik heb hier de hele eettafel schoongemaakt. Zoals je misschien wel op andere vlogmensen had gezien, stond hij helemaal vol met allemaal zooi. En ik had iets van, oh, ik moet het echt even een keer gaan opruimen. Want vanavond ga ik gewoon lekker thuis een kerstdiner eten samen met mijn vriend. En ik vind dat we dat even een keer aan tafel moeten doen. En ik ben nu begonnen met het inpakken van cadeautjes. En ik dacht, ik begin nu even met vloggen, want anders zag je natuurlijk alle cadeautjes liggen. Maar ik heb nog echt heel veel andere dingen te doen. Dus dat ga ik ook nog doen. Ik heb gisteren ook een heel lijstje gemaakt met wat ik vandaag moet doen. En dat is echt enorm veel. Nou, daar gaan we dan. Oh my god, ik zie er echt niet uit. Mijn haar. Ik heb het gisteren gewassen trouwens. En dat doe ik niet zo heel vaak meer in de avond. Dus vandaar dat er volgens mij best wel veel krul in zit. En ik heb het even een knot gedaan. Allerlaatste, nummer 24. Oeh, ze hebben wel het mooiste voor het laatst bewaard, denk ik. De rose gold. Je kan de camera erin zien. Zo shiny is die. Dit vind ik echt super chill. Hier zit een spiegeltje. Als je dan deze uitdrukt, dan heb je hier de borstel. Dat is echt super leuk. Dat is zo handig in deze tijd, want dan gaat mijn haar super snel in de klit raken. Dus deze kan je echt super makkelijk in je tasje doen. Gaan we door naar de poster. Penguins! Oh. Het is niet een Christmas poster als ik eigenlijk had verwacht. Maar toch vind ik deze wel echt super schattig. Kijk dan. Zo, ik ga voordat ik mijn gezicht ga stomen en dat soort dingen om die verkoudheid weg te werken, ga ik wat anders belangrijks doen, namelijk sporten. Het is alweer eventjes geleden dat ik ben geweest. En ik vind de zondag echt een perfecte sportdag. Dus ik heb mijn kleding al aan. En we zijn klaar om te gaan eigenlijk. Behalve die badjes dan, die gaat natuurlijk uit. Zo, ik ben inmiddels weer thuis van het sporten. En ik ben nu ondertussen eventjes een tonijnsalade aan het maken. En er zit een broodje tussen de grill. En dan is het nu tijd voor de allerlaatste cadeautjes uit de kalenders. In de L'Occitane kalender zit ons allerlaatste cadeautje. Een zeepje. Volgens mij hebben we deze toch al een keer eerder geopend. Of zou dit een ander soort zijn? Even kijken hoor. Oh nee, wacht even. Dit is helemaal geen zeepje. Dit is het geurtje. Ah. En ik vond het zeepje al super lekker ruiken. Maar dit is dus een miniatuur geurtje ervan. Dat is wel heel erg lekker. Oeh, dat vind ik echt heel leuk. Dat vind ik een heel leuk klein cadeautje die er nog in zit. Dus dan kan je ook nog eens wassen met het zeepje en dan het geurtje gebruiken. Yay! Ik ben inmiddels opgemaakt. En ik ben nog steeds echt zo blij met deze... Oh. Foundation mix die ik dus met die Primark druppels heb gedaan. Kijk, dit is echt een veel betere match, vind ik. En als je kijkt van dichterbij naar mijn huid. Oké, scherper dan dit wordt het niet. Van zo dichtbij wordt het niet scherp. Maar mijn huid is helemaal opgeknapt. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Ik zit gewoon niet meer onder de schilfertjes. En dit is de outfit geworden. Ik heb weer gekozen voor deze onwijs opvallende rode sweater. Deze is wel echt, deze schreeuwt wel Christmas, vind ik toch? Nou, deze broek, die hebben jullie echt al te vaak gezien. Ik moet die echt even een keertje uittrekken, want ik draag deze al weet ik voor hoe lang elke dag. Trui is van Lofies, broek is van ASOS, riem is van Mango en natuurlijk mijn Vans. En ik heb ook weer gewoon het standaard sterretjes kettingtje om zoals altijd, want die matcht heel goed met de zilveren walletjes die op deze trui zitten. Ja, dus dit is de kerstavonddag look. Oh, jeetje, doe normaal. Ik schrik ervan. Oh, ik heb gewoon tranen in mijn ogen. Ik ben naar de Hema gekomen voor deze taart. Dit is echt de beste taart ever, jongens. 6 euro. Dit is de hazelnootschuimtaart. Super lekker. En ik ga hem gebruiken voor mijn grand dessert. Zo, eventjes een kleine update. Ik ben inmiddels gedoucht. En we zijn eventjes bezig met het opruimen van
het huis. Dus heel veel ook pakjes. Er zit een doos omheen. Dus oud papier gaan we weggooien. Ik heb nog vuilniszakken. Heel veel oud glas. Er zijn twee wassen aan het draaien. Dus hier ligt een hele berg was. En in de wasmachine zit er al eentje. Want ja, ook dat soort dingetjes moeten gebeuren. En mijn vriend is ondertussen nu de kledingkast aan het aanpassen. Want ik wilde er een extra paal in, hoe noem je dat? Hangpaal, zodat ik twee hanggedeeltes heb in plaats van één hanggedeelte en hele hoge stapels kleding. Dus ik ben benieuwd of dat goed gaat lukken. En dan is het doel ook nog straks om dit helemaal opgeruimd te krijgen, zodat we vanavond lekker kunnen eten. Want het is natuurlijk kerstavond en met eerste en tweede kerstdag gaan wij altijd lekker eten met de familie. Maar met kerstavond doen we niks en dan willen we eigenlijk zelf een dinertje met onszelf gaan doen. Dus we hebben even wat simpels gehaald. Namelijk varkenshaas en kruidenroom, kaas en dan gewoon aardappeltjes, boontjes. Gewoon even een simpel, maar wel lekker maaltijdje. En als voorgerecht hebben we nog iets met zalm. En dan hebben we ook nog een toetje waar we laatst al aan zijn begonnen, omdat we er heel veel zin in hadden. Nou, de kledingkast is af. Zo zag het er eerst uit. En zo ziet het er nu uit. Mijn vriend is op dit moment eten aan het maken voor vanavond dus. En ik wilde eventjes gaan beginnen aan een soort van mini doetje zelf. En ik heb al eentje gemaakt, die is heel goed gelukt. En ik dacht, ik ga nu de tweede maken en dat is wel heel erg leuk om te filmen, dacht ik. Op Instagram zag ik namelijk deze foto voorbij komen. Ik zal even een beetje inzoomen. Kijk, het zijn glazen flessen met daarop een kaars in een kaarsenhouder en daarin zit dan een takje. En die kaarsenhouder is van Flying Tiger, dus ik was vanmiddag even langs geweest om te vragen of ze die nog hadden. Maar dat was helaas niet meer zo. Dus... Maar ik dacht, ik kan ook gewoon nog aan de slag gaan zonder die kaarsenhouder. Want ik heb al gewoon deze flessen. Dat zijn een hele leuke flessen met zo'n dopje erop. En deze zijn gewoon van IKEA. En ik had gisteren al toevallig wat eucalyptus gekocht. Kijk, het staat hier op de grond. Dit is dus eucalyptus. En daarin heb ik van die takken met van die rode besjes eraan. Ik heb nu net deze gemaakt. En het staat echt super leuk en minimalistisch, vind ik. Dus dat, ja, het was echt super simpel om te doen ook. En deze zwarte kaarsen zijn trouwens wel van de Flying Tiger. Die hebben allemaal verschillende soorten. Maar het is ook zwart en dat vond ik wel tof. Heb ik hier dus nu de tweede kaars staan. Oh, de tweede fles bedoel ik. De kaars. En die moet ik wel even ietsje smaller maken aan de onderkant. Want anders past die er niet op. En dan denk ik dat we in die tweede fles een takje doen met de rode besjes. Zodat het een beetje afwisselend is en niet precies hetzelfde. Twee van die takken. Ik vond het trouwens niet echt goedkoop. Dit was 5 euro samen voor twee van die takken. Maar, oeps. Oeh, er vallen allemaal rode besjes overal heen. Oeps, dit is hem. Hopen dat die balletjes er aan blijven. Het gaat maar net door de halsopening namelijk. Ah, kijk. Ik denk dat ik er toch nog even nog een takje in ga doen. Oké, nog eentje, want ik hou van oneven getallen. Tadaa, dat ziet er wel heel erg leuk uit. Ze hangen een beetje scheef, maar dat vind ik misschien wel grappig. Dit is leuk. Oké, nou, dit is gedaan. Nou ja, zoals je kan zien, het was echt super makkelijk. En dan gaan we nu even door met het slijpen van de kaars, zodat hij daarop kan. Er moet ongeveer, nou, het is het 2 mm af of zo. Dan heb je hier de kaars. En dan druk je hem nog even gewoon goed erin. Ik wil hem wel heel wat centimeters erin hebben. Gewoon voor de zekerheid dat hij niet in één keer gaat omvallen. Hij zit volgens mij wel redelijk goed erop. En dan is dit het resultaat geworden. Ik vind het wel echt super leuk staan. Plantjes. Oh, dit zijn trouwens ook doertjes zelfs. Die heeft Tara gemaakt en daar is een blogartikel van. Het gaat dan om deze hoop. Om deze potjes die we hebben gerecycled. Want zoals je misschien kan zien is dat een blikje geweest. Voor het eindresultaat zal ik ze ook eventjes aansteken en de lampjes uitdoen. Dan kan je echt zien hoe het eruit ziet. Oh, wat gezellig. Love it. We zijn op dit moment bezig met het maken van de moshu-taart. Of eigenlijk mijn vriend is er mee bezig. Ik kijk een beetje toe. Want die gaan we met tweede kerstdagdags eten. En we willen hem alvast even gemaakt hebben. Dus we hebben hier de bodem al klaar. En dit is de moshu zelf. En dan nog de vruchtjes bovenop. Dus we gaan nu eerst eventjes de bodem erin drukken. En dit zijn gewoon kandijkoeken. En ik heb er eigenlijk nu al wel zin in. Zo, de moshu is inmiddels klaar. En we zijn verder ook bezig met de rest van het avondeten. Nou, we gaan even avondeten en we beginnen met een zalmtartaartje. Zo, en dan nu ons hoofdgerecht. En dat is varkenshaas met boontjes en aardappelen. Nog een likeurtje en een koffie met amaretto erin. Hé, hey, wat is dit nou? Silly. Silly. Volgens mij zit er wat in. Volgens mij zit er wat in je sok. Dus even kijken. Wat is dit nou? Huh? Wat is dit? Wat is dit nou?
Hey. Snoep. Dankjewel, Santa. Als toetje hebben we Benofie en we hebben nog een beetje kersen van de Monchou eroverheen gedaan. Ik heb nog een heel groot pakket onder de boom liggen. Van de vlogmas waar we pakketjes gingen uitpakken, had ik die laten zien. Het is een pakket die ik heb gehad van een van onze kijkers, Anita. En vorig jaar hebben wij ook cadeaus met elkaar uitgewisseld. Of pakketten eigenlijk in ieder geval. Maar vorig jaar had ik hem op eerste kerstdag geopend en toen hadden we niet gefilmd. En deze keer had ik besloten om op kerstavond haar pakket te openen. Want dat leek me wel leuk en dan kan ik het ook gelijk in deze vlogmas meenemen. En op kerstavond openen wij meestal geen cadeautjes. Dus ik dacht, nou ja, dan heb ik toch nog iets om te openen vandaag. Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Ik heb haar ook een pakket gestuurd en dat heeft ze gewoon ook thuis gekregen. Maar ze heeft zelf geen YouTube kanaal, dus ze opent het gewoon in haar eigen omgeving. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan vindt. Dus Anita, ik weet niet zeker wanneer jij hem gaat openen, maar ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond wat ik in je pakket heb gestopt. En ik ga nu jouw pakket erbij pakken en kijken wat erin zit. Zoals je kan zien is de doos echt super groot. En zo ziet de doos er van binnen uit. Het is allemaal ingepakt. Nou, hier zit echt heel veel in om naar te kijken. Het zijn allemaal verschillende dingen. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik heb deze allereerst in mijn hand en er staat op. Heel erg breekbaar. Oeh, het is een klokje. Kerstklok denk ik voor in de kerstboom. Het is een beer aan deze kant. En aan de andere kant een kerstman. Super bedankt. Moving on. Oké, hier staat geen tekst op. Batterijen. Yeah, dankjewel. Ik heb het misschien voor iets nodig wat hierin zit. En anders vind ik het super chill. Want batterijen in deze tijd waar ik alle lampjes aan heb zijn echt heel erg gewenst. Oeh, ruik het helemaal. Het is kokos. Het is handzeep. Oh, dat is zo fijn. Die in de keuken is namelijk echt gewoon op. Al niet net of zo, maar echt gewoon al 2 weken op. En ik vergat elke keer om een nieuwe neer te zetten. Dus deze gaat echt meteen de keuken in. Wow, wat is dit? Oh, wauw. Dankjewel. Een Victoria's Secret set. Ja, het is een mooi tasje ook. Een hele grove kam trouwens. Dat is echt super fijn. En wat is dit? Een handdoekje? Misschien zo'n speciale hair wrap om je haar mee te drogen? Ik denk het wel. Dit is de geur Love Addict in Wild Orchid en Blood Orange. Mmm, ja lekker. Hier hou ik wel van. Zo luxe dat je echt niet hoeft te doen trouwens sowieso. Ik weet dat je heel erg leuk vindt om mij dingetjes te sturen. En ik vind het ook super leuk om jouw dingen te sturen. Maar het hoeft gewoon echt niet. Hè? Dat moet je wel weten. Maar ik ben er wel echt heel erg blij mee. Ik vind het ook super leuk om te doen. My god, wat een verwenning. Wat is dit? Hey, zijn het nepkaarsen? Oh, yay. Daar ben ik echt super blij mee. Oh, ik moet nog even batterijen erin doen. Welke moeten erin? Oh, daarom heb je die batterijen gestuurd. Oh, dat is echt super fijn. Want ik heb helemaal geen nepkaars thuis eigenlijk. Kijk, weet je, ik ga ze gelijk even allebei aanzetten en op de achtergrond in deze video zetten. Staat ook wel gelijk heel gezellig. Nou, dat waren alle cadeautjes. Super bedankt Anita voor het opsturen van al deze goodies. Ik vond het super leuk om ze te unboxen. En ik hoop dat jullie het ook allemaal leuk vonden om te zien wat ze me had gestuurd. Super leuk, ik ga nu eventjes alles opruimen. Ondertussen is mijn vriend klaar met het maken van het eten. Het zit nu in de oven. Dus ik zal jullie straks wel even een update geven over het avondeten. En ik hoop dat het is gelukt. Nou, het moment van de waarheid is aangebroken. Oh, je hebt hem al doorgesneden. Nou heb ik het aansnijmoment gemist. Oh, hij is best wel doorbakken. Nou ja, het zal vast nog steeds heel erg lekker zijn. Verder hebben we nog een beetje jus, spijzenboontjes en een lekkere aardappelpuree. Ze gaan even lekker opscheppen en dan aan tafel zitten. Dat doen we denk ik nu. We wonen hier nu een jaar en ik denk dat we nog geen één keer aan tafel hebben gegeten. Nou, dat wordt gelijk de eerste keer. Nou, hier zitten we dan voor het eerst aan tafel. Eet smakelijk. Hij zei net eet smakelijk. Maar toen de camera aanging wilde hij niks meer zeggen. Jam, jam, jam. Best wel geslaagde dag. En ik heb net al een cadeautje mogen openen. Dit is een sporthanddoek. Of in ieder geval zo'n handdoek die heel klein is. Maar heel veel vocht opneemt. En die komt heel erg van pas. Omdat ik binnenkort ga backpacken met mijn vriend door Vietnam heen. En daar heb ik heel veel zin in. En daar had ik deze echt heel erg voor nodig. Want daar heb ik niet zoveel ruimte om spullen mee te nemen en zo. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dan ga ik nu nog eventjes verder mijn serie kijken. Ik ben bezig met Peaky Blinders. En het is echt super, super spannend. Zo, we hebben echt heerlijk gegeten. Ondanks dat het vlees natuurlijk wel een beetje well done was. Maar het was alsnog heel erg lekker. We zitten nu weer op de bank.
En we gaan een film kijken. Ik heb het Ray laten uitkiezen en hij vertelde me net dat we It gaan kijken. En ook dat is echt helemaal niks voor mij. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. En ik ben benieuwd of ik het aan kan. Dit is alweer de allerlaatste Vlogmas. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar onze Vlogmas afleveringen. Sommigen hebben het zelfs helemaal vanaf het begin tot aan nu gevolgd. Dat vind ik echt heel leuk om te lezen. En ik wil jullie bedanken voor alle leuke comments. En ja, gewoon jullie support. Dat vind ik heel erg leuk. Oh ja, en nog eventjes af te maken. Ik wil graag ook weer even een vlogvraag toevoegen in deze allerlaatste aflevering. Wat vond jij het allerleukste of allergrappigste of meest opvallende stuk in al onze Vlogmas video's? Wat is bij jou het meeste bijgebleven? Ik ben heel erg benieuwd naar jouw antwoord. Nogmaals super bedankt voor al jullie support. En ik zie jullie vast binnenkort weer. Hele fijne feestdagen toegewenst. Doei! Doei!